Welkom aan de Amstel. Het is weer tijd voor de Luxury Podcast, nummertje 13. Een 1-2'tje met Yves. Niet poetsen, maar lullen. Vandaag gaan de deuren van de Luxury Kerk open voor een bekende beleggingsgoeroe. Ik ga met het hem hebben over alle ins en outs van de financiële wereld. En als ik zo naar hem kijk, is het een reus uit het noorden. In letterlijke en figuurlijke zin. Een adviseur, een rasechte belegger, een vermogensbeheerder, een beursgenoot, een tv-persoonlijkheid. En hij was ook ooit beste beursidool. Hij begon zijn carrière in de media bij Radio Drenthe. En daar kreeg hij zijn eerste kans om te beleggen in de rubriek In de Beurs Gekeken. En dat smaakte naar meer. Zijn passie en eerlijkheid maken van hem een tv-persoonlijkheid. En hij geeft elke week via zijn beursgenoten zijn tips en tricks uit de beleggingswereld. Hij weet overal wat van. Dat zegt hij in ieder geval. Van investeren op de vastgoedmarkt tot mogelijke megafusies. Of de privacywetgeving en de Amerikaanse Stock Exchange. Met meerdere boeken op zijn naam, zoals De Wolf Jaagt op Uw Geld, beschrijft hij hoe je een topbelegger kunt worden. En hoe knoeien met geld eigenlijk in zijn werk gaat. Met zijn grote hart is hij ook betrokken bij de Willelijke Alberti Foundation. En tot 2018 was hij voorzitter van de Raad van Toezicht voor OCRN. Een praktijk voor kinder- en jeugdpsychiatrische problemen. Relaxen doet hij met zijn vrouw Gea in zijn paleisje in Marbella. En dat toont hij zonder enige gêne. Deze man schijnt te weten hoe je van een kwartje een euro maakt. Vandaag wil ik onze beursidool wat beter leren kennen. En natuurlijk de pareltjes van de beurs bespreken voor 2020. Welkom Geert Schaai. Oh, wat een doopzeil. Goeie, mooi hè? Een goede dag, ja. Ja, heel leuk als je ze allemaal hoort en denk je, wauw. Maar in de praktijk valt het natuurlijk allemaal wel mee, hè? Wat valt mee in de praktijk? Nou, als je dat allemaal hoort, denk je, nou, dan denk je, ben ik dat. Maar, ja, dat ben jij. Ja, blijkbaar, ja. Maar wat haal je eruit? Nou, je zegt, ik heb een groot hart. Ik weet niet of ik een groot hart heb. Ik vind dat mijn hart eigenlijk wat te klein is. Ik vind het erg moeilijk, hè? En dan heb ik het overgeven. Een derde van je leven leer je. Een derde van je leven neem je. En een derde van je leven geef je. En dat stuk zit ik nu wel in. Hè? Ik hoef niet zo hard meer. Dus ik vind het ook leuk om dingen te doen voor mijn medemens. Maar kijk, als je in die stichtingen gaat, die worden allemaal afgeroomd en dat soort dingen. Maar daar heb ik een hekel aan. Ik doe liever direct dingen. Dus als ik echt de armoede zie, bijvoorbeeld ik zie iemand bij de kassa en die heeft een tientje te weinig, dan spons ik hem tientje en dan zeg ik van de komende maand heb je geen honger. Snap je? Dus ik vind dat erg lastig om sociale problemen bij mensen te herkennen. Mensen praten er ook niet graag over in Nederland. En als ze er al over praten, zijn het vaker weer oplichters of proleten die proberen geld uit je zakken te kloppen. Dus dat grote hart, daar moet ik nog wel even aan werken, zeg maar. Oké, dat begint al gelijk heel fel. Hey, ik wil even met jou beginnen in 2006. Toen begon jij met beursgenoten. Kun je me even uitleggen hoe jij überhaupt in deze business terecht bent gekomen? Waarom ben je daarmee begonnen? Nou, ik had eigenlijk altijd wel een enorme ambitie om geld te verdienen. Ik weet niet wat het was, maar dat begon met konijntjes en kippetjes te verhandelen. En ik ging met mijn grootvader mee, die was eierboeren. In Friesland, Heerenveen. En liep er met eieren. En dan mocht ik hem mee. Dan kreeg ik een gulden of zo. 6 gulden, weet ik veel. Moest ik een middag venten. Maar hij stond ook op een markt. En daar verkocht hij koffie. En toen zei ik tegen mijn grootvader van, hoeveel krijg ik voor elk pak wat ik verkocht? Nou, dat heeft hij geweten, want ik was helemaal leeg verkocht, snap je? Dus toen merkte ik ook bij mezelf al heel jong dat, doe mij maar niet op uurloon of weet ik veel wat allemaal meer. Zet mij maar op prestatie. En dat heeft er gewoon heel jong in gezeten. Dus op een gegeven moment had ik een oom toen ik een jaar 20 was, 18, 19. Ik had ook een enorme voorliefde voor artikelen die gingen over geld. Ik weet nog wel, toen Rinka Kamer zeg maar gearresteerd werd, stond er in de krant, ja, die man had een koelkast in de auto en die verdiende weet ik veel wat. En ik dacht, hoe kan dat? Hoe werkt dat met die mensen die zo iemand geld geven? En wat heeft hij dan fout en niet fout gedaan? Weet je? Dus ik zocht dat helemaal uit. Dus daardoor leerde ik eigenlijk, voordat ik nog beleggen kon, de psyche van een mens kennen die wil investeren, maar ook degene die de investeringen aanbieden. Waarbij ik dan voor Rink haar kamer nog wil pleiten in de zin, Rink was niet echt een
een oplichter. Dat was hij niet. Er zullen heus wel wat dingetjes misgegaan zijn. Maar voor de oplettende luisteraar, dat is wel heel lang geleden. Hoor. Heel de lang geleden. Kennen Rinkhamer ja, maar niet, hoor. Ik ben oké. Okay. Nou, dat zal ik er niet over verder uitweiden. Maar in feite zijn beleggingsfilosofie klopte wel. Ja, ja. Maar dat was gebaseerd op zeg maar een fiscale constructie. En heel veel mensen waren daar hebzuchtig over. Waardoor ze eigenlijk niet keken wat ze kregen. Maar vooral wat het effect daarvan was. En toen zette de overheid daar een streep doorheen. Ja, dan stortte dat kaartenhuis in elkaar. Wie zijn schuld is dat? De aangever of de nemer? Ik denk dat je beide daar een verantwoordelijkheid in hebt om te kijken waar je risico's zitten. Daar kwam die risicoperceptie van mij naar voren en ook die drang. Nou, een oom van mij ging beleggen, die verdiende er geld mee en vanaf dat moment was ik eigenlijk verkocht. Hij praatte er altijd enthousiast over. Ik dacht, wauw, dit is wel heel mooi. En zo ben ik een beetje daarin gerold met mijn voorliefde. Ja, ja. En hoe begon je dan het, ja, even voor de uitleg, hè. Beursgenoten, dat is een wekelijkse nieuwsbrief met tips en tricks. En jullie scannen alle markten en jullie vertellen hoe jullie die markten zien. Het traject is natuurlijk heel anders, hè. Op een gegeven moment ik begon een beetje te beleggen toen ik wat geld had. 20.000 gulden ging ik naar adviseurs toe, want ik had er niet verstand van. Hè, maar ik wou wel beleggen. En die maakte daar in no time 17.000 van. Maar ik zag... Wat, 17.000? 17.000 verlies, nog 3.000 gulden. En wanneer was dit? In welk jaar? Ik zal 24 geweest zijn. Ik ben nu 61, dus een jaar of... 37 jaar geleden. Ja. Maar ik zag wat ze fout deden en dacht, dat zou ik heel anders gedaan hebben. Weet je? Dus ik leerde vanuit de praktijk, omdat ik mee kon kijken. En toen ben ik gestopt, toen ik nog 3.000 gulden over had, toen heb ik de hele bibliotheek leeggetrokken. Toen ben ik geleerd. Toen ben ik het zelf gaan doen en ik was succesvol. Dan kan ik gewoon zeggen, ik had van 3.000 gulden die over was, had ik in 3 maanden tijd 50.000 gulden gemaakt. En hoe leer je dat jezelf dan aan? Nou, gewoon heel veel lezen. Wat lees je dan bijvoorbeeld? Nou, ik had een van de ingewikkeldste boeken, daar was onder meer van Dr. Anders Hans Pontier. Was dat later bij de Rabobank. Nou, ik snapte een hele boekje. Ik moest woordenboeken erbij hebben, snap je? Dus je trok gewoon alles. Ik las alles daarover. Over hoe je moet beleggen. Hoe je moet beleggen. En ook wat wel heel handig voor mij was, had ik ook gezien. Die optiebeurs was er toen. Ja. En zeg maar, daar heb ik wel een gennetje voor om die berekeningen te maken. En daar ben ik uiteindelijk ook in door gaan studeren. Ik ben nu zeg maar authorized trader, dus bevoegd optiehandelaar. Ik heb die diploma's allemaal gehaald. Hmm. Gewoon omdat ik wel laten zien van joh, kijk en luister, de theorie en praktijk gaan wel hand in hand, denk ik. Mm. Maar ik heb in die periode ook geleerd. Ik was natuurlijk jong, ik deed weer dingen die te risicovol waren. En daar heb ik geleerd risicomijdend te denken. En ook te beseffen van, ik kan wel een mening hebben, maar het hoeft niet de waarheid te zijn. Dus daar is het verdeel- en heersprincipe gekomen, et cetera, et cetera. Die oom, die belegde, die zei tegen mij, Geert, beleg jij voor mij ook maar 5.000 gulden? Want die zagen natuurlijk dat Geertje goed bezig was. En dat kon in die tijd ook nog. Hè? Je was dus zeg maar... als jij me geld wil geven, deed je het ook. Dus op een gegeven moment had ik de Melkwijk, had ik hele straten, die hadden allemaal mijn geld gegeven. En toen in 1986, dat was eigenlijk heel mooi, toen kwam de wet op de effectenhandel. En toen moest alles officieel. Hè? En ik had me al de keurig gedragen, dus ik heb ook die vergunningen toegekregen. Dus toen werd ik voor het eerst eigenlijk, ja, we noemden dat toen een MEC, maar het is een ander woord voor een vermogensbeheerder. En zo ben ik in dat straatje gerold. En als ik dan even doorga, als vermogensbeheerder had ik funderens, fundamenteel rendement. Daar is dat van. Het vennootschap heb ik nog steeds onder mijn hoed. Daar zit beursgenoot in, funderens. Ben ik op een gegeven moment gefuseerd in 2001 met International Assets in Baren. En dat was voor mij een hele goede stap. Eerst was ik vermogensbeheerder en ik verdiende al niet slecht. Ja, maar ja, ik zit in het noorden, weet ik veel wat ze hier in Amsterdam en zo allemaal doen. Dus ik maakte een winst van 175.000 gulden per jaar. Ik dacht echt dat heel weinig was. Laat ik wat met dat fonds? Met het beleggingsfonds, hè? Dus voor onszelf. Of voor jezelf, ja. Ja, voor mezelf, hè? Wat ik er dan over deed. Ja, klanten hadden natuurlijk hun rendementen. Ja. Ik dacht dat weinig was. Je praat dan echt over 2001 en 2000. Mm-hmm. Ja, later zag ik in Amsterdam dat de bedrijven zat zijn die dat toen niet verdienden. Ja. Maar ik ben geïnteresseerd met International Asset en dat ging echt. Daar kwam ik dus in een andere wereld terecht. Kwam ik in het Gooi en dan kwam ik plotseling als Friese boer in de grote stad. Ja, en toen is dat heel snel gegaan. We hadden ongeveer, denk ik, tussen de 400 en 500 miljoen
onder het beheer. Het kan 380 geweest zijn, maar het was wel veel. Op een gegeven moment 23, 24 man personeel. En toen in 2006... toen werd mijn invloed op de beurs blijkbaar te groot. Toen kreeg ik op een gegeven moment... de meeste mensen zullen dat wel weten die me volgen. Kreeg ik op een gegeven moment aangifte wegens voorkennis aan de broek. Ja, dat was, kun je dat even kort uitleggen? Dat ging over een beddenfonds volgens mij. Ja, dat beddenfonds heb ik altijd maar een beetje in de media gebruikt omdat het eigenlijk veel breder was. Het ging in totaal, ik meen uit mijn blote hoofd, om 14 aandelen. 14 aandelen die gestegen zouden zijn omdat ik ze genoemd had op televisie of op andere. Nee, maar dat was bij Business Class, bij Harry Mens. En jij zei in dat programma, dit fonds moet je in de gaten houden, dat gaat stijgen. Ja, dat tipte ik een fonds en ik verklaarde waarom dat... Toen van voorkennis. Ja. Omdat hoe ging dat precies? Nou, dat was nog wel een dingetje. Kijk, kwamen ze invallen bij jou? Ja, dus bij mij, ik lag nog een bed, 's morgens vroeg kwamen twee mannen, die deden van die flapjes naar beneden. 6 uur 's ochtends. En hoe laat kwamen ze? Meestal kwamen ze om 6 uur. Half 8 of zo, 7 uur. Dat was misschien wel eerder, misschien ook 6 uur. Ja. Ik weet het wel heel vroeg. En op kantoor stonden ze met een man of 30 klaar. Dat was wel een dingetje hoor. Al die computers werden leeggezogen. Maar goed, ze hadden mij dus van mijn bedtafel. Goedemorgen. We vorderen uw laptop, we vorderen uw agenda. En we vorderen u niet. En dan kreeg ik papier in handen. Er stonden al die fondsen op. Vandaag met voorkennis. Ik zei, ik begrijp niet wat het over gaat. Nee, maar dat komt wel. Ik kom net uit mijn bed weg. Dus ik zei, nou loopt u maar even mee. Dus ik liep naar de keuken. Maar ik zei, ik moet even naar het toilet. Dan ging zo'n man, die ging mee naar het toilet. Die ging voor de deur staan. Voor de deur staan. Maar niet ook nog dat toilet op. Nee, dat moest dan helemaal bijkomen. Had ik over zijn schoenen gepiest. Maar ja, zo grappig. Heel onwerkelijk. De voorkennis ging over het feit dat ze zeggen, als jij een aandeel op tv noemt, dan stijgt het. Ja. Dat hadden ze vastgesteld, gemeten schijnbaar. En ze zeggen, en jij weet dat het stijgt. Dus en daardoor zou ik een voorsprong... Dat je dus gemanipuleerd. Gemanipuleerd is dan, dan bedenk je dingen die niet waar zijn. Dat was namelijk het verhaal niet. Het was gewoon feit, als ik zei, je moet Brunel kopen, dan kocht iedereen het aandeel en dan steeg het. Dat is nog steeds zo trouwens hoor. Ja. Alleen, zij zeiden van, ja, jij weet dat en daardoor beschik jij over voorkennis. Hoge raad. Die andere mensen niet. En die andere mensen, want jij weet niet wat ik ga zeggen. Nee, ik weet wel wat ik ga zeggen. Dus mijn hersenspinsel, dat wordt plotseling een soort voorkennis. Hoograad heeft ook gezegd in een vergelijkbare zaak, eigen kennis kan nooit leiden tot voorkennis. Daarmee is de hele zaak van de baan. Maar het was wel een hele lastige periode. Er is ook eigenlijk van mij niks uit voortgekomen. Hè? Dus, maar hoe gaat dat dan? Want je naam wordt besmet. Je mocht volgens mij zelfs niet werken voor een bepaalde periode op dat vlak. Hoe werkt zoiets? Ik mocht op dat moment geen directeur meer wezen. En dan kijk je. Of althans, dat mocht wel. Maar dan zeggen ze, we zijn van voornemens je een aanwijzing te geven. Dat zegt de AFM dan. En die heb ik niet afgewacht. Ik heb van tevoren heb ik gezegd van, oh, weet je, hang aan het onderzoek, stel ik mijn positie ter beschikking. Maar hoe lang? Op een gegeven moment is het onderzoek afgerond, toch? Hoe lang heeft het geduurd? Dat duurt lang. Hoe lang heeft het geduurd? In totaal 3,5 jaar of zo. En toen? Ja, nou voor mij, dan heb je geluk dat je de juiste stappen neemt. Voor mezelf, ik wist zeker dat ik niet gehandeld had met kennis. Hè? Het is niet voor kennis, maar op mijn eigen kennis had ik niet gehandeld. Ik had niet aandelen gekocht die ik ook op televisie noemde. Dat hebben ze ook niet kunnen vinden, ook niet in mijn familie. Dus daar had ik wel een integriteit in van mezelf, balen. In een zaak waar de DSI, dat is een soort brandsorganisatie, dat boven mij geschorst heeft voor 3 jaar zonder strafoplegging, hebben ze gezegd, het is natuurlijk een wassen neus, daar hebben ze gezegd, in 1 geval is aangetoond dat Geert Schaar aandelen gehad heeft. Nee, maar ik wil je niet zo lang in vasthouden. Kijk, wat is er gebeurd? Toen is dit onderzoek afgerond en toen heb je toen een boete gehad, ben je veroordeeld, hoe is het afgelopen? Nee, dat in die tijd had je nog, dat heette schikking. Oh, schikking. Het bedrijf heeft, het bedrijf waar ik dus dit was, die heeft een bedrag betaald en daarmee hebben ze geschikt voor mij, want ik wou niet schikken. Ik zei, je bent zwanger of niet zwanger. Een beetje zwanger kan niet. Nee, dus ik wou doorgaan. Dus onder dwang heb je een schikking gedaan? Ja,
En schikken betekent gewoon dat je geen strafblad hebt, dat je feiten onschuldig bent. Maar dan kan je allemaal verder met je leven. Dat was van het bedrijf wel heel belangrijk. Nee, maar dat is niet. Dus, okay. Wat wel even belangrijk is te vertellen. Ik heb in 2006 toen wel de juiste keuzes gemaakt. Want ik heb binnen 2 dagen mijn bedrijf verkocht. We verdienden 5,5 miljoen per jaar. Hè? Ik was niet alleen aandeelhouder. Dus ze stonden te trappelen om die aandelen van mij over te doen. Dus die heb ik verkocht voor volle pond. En ik ben gelijk doorgestapt met beursgenoten. Ik had wel een concurrentiebeding als vermogensbeheerder, maar niet als beleggingsadviseur. Nee, precies. Maar dat is een hele grote stap geweest. Dus eigenlijk is beursgenoten eigenlijk begonnen vanuit ellende. Vanuit ellende, ja. Klopt, ja. Oké, dat is wel interessant eigenlijk. En toen was je toen ook gedreven, het was 13 jaar geleden. Was je boos, woedend, waar je revanche? Nee, ik was, dat zegt mijn vrouw ook, ik was heel erg berustend. Ja? Ik denk dat mijn omgeving bozer was. Kijk, als je niks verkeerd gedaan hebt, je bent alleen te goede trouw, je bent enthousiast in je werk. Ja. En ik denk dat enthousiasme ook leidde dat mensen een aandeel kochten. Want ze wisten gewoon, als Geert een parel noemt, en dat is nog steeds zo, dan meent hij ook dat dat een parel is. Dat motiveert hij en dat... Weet je, en de concurrentie, ik heb dat later ook kunnen zien, zeg maar, want je krijgt je dossiers, wie allemaal briefjes gestuurd hebben van je collega's. Nou, ik wens ze allemaal heel veel plezier bij die mensen die daar bankieren en beleggen. Ze zijn allemaal NSB'ers. Ze zijn zelf waardeloos in hun vak. Maar goed, ik ben daar niet gefrustreerd over in die periode. Het overkwam me, maar er was ook iets anders op datzelfde moment. Ik had een bult in mijn borst en dat zou mogelijk een tumor kunnen zijn. Ik wist niet dat mannen borstkanker konden krijgen, maar de dokter zei, dat kan wel degelijk. Dus ik zat dan met dat bultje te spelen en ik dacht op een moment, dacht ik, weet je, als dat bultje nou kwaadaardig is, heb ik een veel groter probleem als dat hele gedoe over die kennis en voorkennis. Ja. Dus en ik denk, ik ga me er niet druk over maken. En ik ben gewoon lekker verder geleven. Ik heb beursgenoten opgestart en mijn leven is er alleen maar beter van geworden. En gewoon in alle eerlijkheid, is het nog een litteken op je ziel of echt niet? Nee, echt niet. Ik heb wel eens het gevoel dat het zo had moeten zijn. Ik heb een veel mooier leven. Ik zat daar met enorme bedragen, met collega's die allemaal natuurlijk egoïstisch waren. Ja. Voortdurend uit waren op je val. En nu had ik in één keer hartstikke mooi bedrijf, beursgenoten. Ik was zelf heer en meester. En kan alleen maar leuke creatieve dingen doen en toegevoegde waarde bieden. Nee, het is echt een van de betere dingen die me is overkomen in het leven. Nee, oké. Dat was beursgenoot. Toen ben je daarmee begonnen. Dat is vrij succesvol. Hoeveel leden heb je nu ongeveer? Tussen de 4 en 5.000. Ja, tussen de 4 en 5. En die vertrouwen, ik heb met mijn eigen ogen gezien. Je hebt toen een expositie georganiseerd in de RAI. Symposium, hè? Ja, symposium, sorry. En nou, echt volle bak. Eigenlijk bijna slaafse volgers van Geert Schaar. Je bent een soort God voor die mensen. Ik vond het wel mooi om te zien. Ze adoreren je. Dus je doet blijkbaar iets goed. Ja. Dus wat doe je goed in jouw belevenis naar de mensen die jou volgen en die lid zijn van jouw club? Ik vind dat geld verdienen? De termen, dat financieel dagblad, de termen die gebruikt worden, denk ik dat anders is. Ze zijn niet slaaf, ze zijn eager om kennis te vergaren en te verzamelen. Dat bedoelen we ook, hè? En ze durven, dat vond ik ook wel mooi in het interview, dat een Rotterdammer zei van, luister, die man heeft ook altijd niet gelijk, maar hij heeft ook wel eens gelijk. Weet je wel, en dat vind ik mooi, want je moet natuurlijk mijn dingen moet je toetsen. Want ik bedoel, ik heb geen kristallen bol, dus als ik dingen zeg, heb je zelf eigenlijk de taak om te toetsen of datgene wat ik zeg klopt. Ja. En je kan me erin vertrouwen dat ik mijn huiswerk heel erg goed heb gemaakt. En daar ga ik ver in. Hè? Ja. Als we praten over kennis verzamelen, heb ik het niet over voorkennis, maar als we praten over kennis verzamelen, dan ben ik de beste van allemaal. En luister, dan kan dat wel neigen tot voorkennis. De grap is dan ook wel eens over. Okay. Maar goed. Hè? Maar dat weten mensen. Nee, en daarom komen die mensen ook, denk ik, naar het symposium. Daarbij is het symposium natuurlijk allemaal een gebeuren van gelijkgestemden. Ja. Mensen hebben allemaal hetzelfde doel. En ik denk dat ik een hele fijne dag van maak. Eten, drinken, alles is gratis. Want ik ben een man, ik ben een royale man. En dan moet je niet zeiken dat je een broodje van gehaktballen moet. Nee, alle kosten zijn van, nou, je weet het zelf, je was erbij. Ja, zeker. Dus het is ook een hele mooie dag. Zeker. Oké, maar dan gaan we nu even naar de praktijk. Want dat is denk ik wat heel veel mensen ook willen weten. Laten we beginnen met de AEX-index. Ja. Die staat nu rond de 600 punten. Had jij dat in januari verwacht? Dus van dit jaar dat die
op dit moment rond de 600 zou staan. De beurs was in december heel erg in elkaar geklapt. Ja, hè? Dus klopt. Het was allemaal dat het zo snel zou herstellen, had ik niet verwacht. Maar nee. dat het zo erg daalde, vond ik ook onzin. Dus ik stond er wel redelijk neutraal in. Ik vind overigens de AIX, ik heb net een artikel zo goed als klaar. Gefeliciteerd met de AIX op 600. Die AIX is een heel andere als bijvoorbeeld in 2001 toen die 700 punten stond. Hè? Ja. Het is niet te vergelijken. Nee. Dus als mensen zeggen van mijn portefeuille heeft het lang zo goed niet gedaan als de AIX, dan zeg ik dat snap ik. Want in de AIX zitten ook fondsen die bijvoorbeeld een bepaald risico kennen. Maar bottom line, verwacht je dat die AIX 600 had gestaan? Nee, dat verwacht ik niet. Maar binnen die AIX zitten heel veel fondsen die echt laag staan. ING stond 16 euro, staat nu 10,50 euro. Egon stond 6 euro, staat nu 4,19 euro. ABN stond 26 euro, staat nu 16,50. Boscala stond 40 euro, staat nu 21 euro. Snap je, zo kan ik wel doorgaan. Dus die AIX, zeg maar, staan echt fondsen nog heel erg laag. Nou, vooral de financiële fondsen staan heel laag. Nee, maar ook Boscala. Ja. Fugro, SBM. Dus, en daar moet je het nu ook zoeken. Niet bij de ASML'en en de ASMI's en de Galapagos. Die hebben een dingetje gehad. Die hebben ook die index gedaan. Colnicol staat ook lager. Die stond ook 28,29. Staat nu 5. Nee, oké. Maar kijk, wat wij natuurlijk willen weten. Dat is vrij logisch. En je hebt net ook gezegd. Ja, de waarheid is niet altijd juist bij jouw voorspellingen. Maar de waarheid wel. Maar het komt niet altijd uit. Nee, het komt niet altijd uit. Precies. Maar wel vaak. Ja. Nou ja, toch even hoor. Ja, een tijdje geleden was je heel enthousiast over Johnson & Johnson. Ja. Toen stond die, geloof ik, $140, dat fonds. En die is op $134 uitgekomen op dit moment. Ja, en? Nee, maar dan heb je dividend gekregen, een dollartje of 3-4. Dan kun je nog opties schrijven, want daar heb ik ook nog 6 schrijvers een optie erop. En ik kan je nu al wel voorspellen dat aandeel gaat toch omhoog, vroeg of laat. Het zijn wereldleiders. Ze hebben ook dat medicijn, die spray tegen depressiviteit. Ja. Weet je, maar dat gaat niet vandaag. Kijk, mensen willen altijd nu een tip horen en dan stijgen. Ja, dat is leuk dat lukt. Nee, maar beleggen. Maar goed. Ik wil dat graag met je doen. Ik wil eerst van je weten, wat vind jij, voordat we naar die fondsen gaan kijken, wat vind jij dan dat de gouden spelregels zijn van een goede belegger? Waar moet een goede belegger gaan? Het begint allereerst met een horizon. Ja, en dat is hoe ze verbeleggen. Dus je moet niet beleggen van vandaag en morgen. Je belegt voor langere tijd. En als je een beetje tegenwind hebt in je portefeuille of de bedrijven, dan kijk je naar de toekomst van de bedrijven. Dat is wat ik doe. Geloof ik nog steeds in het model? Of geloof ik er niet meer in? Geloof ik er niet meer in? Moet je maken dat je wegkomt? Moet je verkassen naar de beste binnen de sector? Het tweede is spreiden. Verdeel en heers. Koop niet één aandeel of twee of drie. Maar beleg over meerdere fondsen. Ja. Zelfs al beleg je maar €5.000 totaal. Kies dan toch 5 of 6 fondsen. Tegenwoordig met die hele lage kosten kan dat ook. Dus verdeel, heers, spreid. Spreid niet alleen over verschillende namen. Want dan zie ik bijvoorbeeld dat mensen hebben ABN, ING, Egon en ASR. Dan heb je alleen nog maar financiële. Nee, spreid over sectoren. Ja. Dus voeding, chemie, finance, et cetera. Weet je, en dat zijn de ingrediënten waarbij je dus zeg maar kan zorgen dat je niet de 7 sloten tegelijkertijd loopt. En daarbij heb je extraatje, heb je dan nog een keer, en dat zeg ik, dat mag je wel eens overwegen, de pareltjes. Dan zeg je, oké, die zou wel eens wat sneller kunnen gaan als de rest. En die koop ik ietsje zwaarder binnen mijn weging aan. En hoe komen mensen achter die pareltjes? Want ik bedoel, ja, niemand weet natuurlijk wat die pareltjes uiteindelijk gaan doen. Nou, dus ik meen het wel te weten. Ja, dan moet je abonnee worden van beursgenoten.nl. We hadden toevallig van de week hadden we nog een hele mooie haltrust. Haltrust is een aandeel wat zeg maar een enorme pot geld heeft gekregen uit de verkoop van de Holland-Amerika-lijn. En dat zijn eigenlijk de beste beleggers die Nederland kent. Die hebben dat gespreid in bijvoorbeeld aandeel Boscalis, SBM, maar ook Grand Vision hadden ze, Sandblue, weet ik veel, nou, een aantal bedrijven. En we hebben al die bedrijven even bij elkaar opgeteld, de koersstijgingen doorgerekend, de waardes bekeken. En dan kom je op een waarde uit van €168 per aandeel. Je hebt het dividendrendement op dit moment van 3,9% en de koers is 140.
Ja, daar heb ik ook een hele analyse geschreven. En daar heb ik boven staan, cijfertjes liegen niet. Nee, oké. Maar ik geef even... Maar dan heb je een parel. Wanneer komt die intrinsieke waarde naar voren toe? Dat kan wel een half jaar duren, dat kan wel een week duren. Nee, dat begrijp ik. Maar laat ik het even het mandje van Geert noemen. Want kijk, we moeten het toch weer niet te technisch gaan houden. Want dan gaat die kijker of de luisteraar afhaken. Stel je voor, je hebt een ton te beleggen in 2020. Ja? En ik heb goed naar je geluisterd. Je moet spreiden, je moet in meerdere fondsen gaan. Je moet je horizon verbreden. Wat zijn dan, zeg maar, de fondsen, de aandelen waar jij in zegt van, nou, daar kan je best wel instappen? De bedrijven die zeg maar nog niet geprofiteerd hebben van de stijgingen en de dingen die wij zeg maar het afgelopen jaar meegemaakt hebben. Dus zoals? Nou, met name in de olie-industrie, daar zijn enorme klappen gevallen. Maar de laatste druppels olie worden heel duur verkocht. En bovendien zie je in de olie-industrie ook dat zij ook meekleuren. Koninklijke Olie is op dit moment ook een enorme windmolenpark op zee aan het bouwen. Maar die zeiden ook tegen... Ze noemen zichzelf niet meer Big Oil, maar Big Energy of zo. Ja, ze kleuren mee. Ja, en dat is natuurlijk maar vind je logisch. Vind je het aandeel Shell een aandeel om in te beleggen? Het is een aandeel waarvan je niet moet denken dat het failliet gaat. Kleuren gewoon mee. Kijk, ik zal een heel mooi voorbeeld geven. Axo had de anticonceptiepil. Het is nou een verfindustrie geworden. DSM had kolenmijnen. Hebben ze niet meer. Het is nou de grootste vitamineleverancier ter wereld. Koninklijke Olie is een heel rijk bedrijf. Die kleurt gewoon mee. De laatste druppels olie worden duur verkocht. En tegen die tijd zullen ze de grootste zijn op het gebied van alternatieve energie. Daar ben ik van overtuigd. Fugro heeft het heel moeilijk financieel, maar even afgezien daarvan, als je kijkt naar hun activiteiten, die zijn ook al heel druk bezig met, zeg maar met andere industrieën en bodemonderzoeken op zee, voor bijvoorbeeld windmolens, want die moeten natuurlijk ook allemaal op de juiste locatie. Ja. Dus bedrijven kleuren mee, dus, en beleg dan in die bedrijven, die zeg maar... Maar je noemt nu Shell, maar wat zijn nog meer bedrijven waar jij zegt van die moet je absoluut op je bucketlist... ING. ING, toch? Ja. Ja, en waarom ING? Nou ja, ING is een heel goed gemanaged bedrijf. Hoe je het ook wel of verkeerd. Ze hebben geschikt met die witwasaffaire. Heeft ontzettend veel geld gekost. Negatief imago. Die verdienmodellen worden allemaal aangepast. Maar ik denk dat de bank is die de eerste in staat is om een grote overname te doen. Heel vaak wordt gezegd dat ze de Commerzbank willen overnemen. Ja, of de Duitse bank. Nou ja, ze zullen natuurlijk twee keer nadenken voordat ze iets doen. Maar... Ik heb in Japan gekeken hoe dat daar gegaan is. Want daar was de rente veel eerder laag. Of lager dan laagst. Als in Europa. En toen heb ik gezegd, wat was er dan hun verdienmodel? Allereerst heb je daar een enorme consolidatieslag gezien. Er zijn eigenlijk maar drie grote banken overgebleven. Ik denk dat ING daar één van is. En hoe kijk jij zelf persoonlijk naar zeg maar die hele beloningsdiscussie van zo'n Ralf Hamers, CEO van ING? Dat vind ik allemaal gerommel. Maar vind jij dat onterecht ook? Ja, maar ik bedoel, die banken zijn wel gered toen in de crisis. En die was pijnlijk voor veel mensen. En ja, mensen die vinden dat toch wel een beetje schandelijk. Dat soort types zulke hoge honoreringen moeten krijgen. Het is krijgen. Een zaak van aandeelhouders. Ik vind die honorering ook altijd een beetje belachelijk. Hè? Dan zeggen ze van in Amerika kunnen ze meer verdienen. En dan zeg ik, ga dan lekker naar Amerika. Vertrek dan. Maar het is een zaak van aandeelhouders. Het zijn commerciële bedrijven. De overheid heeft niet verloren aan die kredietcrisis zeker in de niet. Tijd. Klopt. Dus wij moeten nu weer marketing technisch meedenken en mee varen. Ik vind niet dat de overheid, als ze geen aandelen hebben in een bedrijf, daar iets over te zeggen hebben. Daar moet ze hun mond over houden. Het is een zaak van aandeelhouders. Dus als jij aandelen hebt en ik heb aandelen, mogen wij er wat van vinden en de rest niet. Want het is ons geld en we betalen onze tax. Bij ABN AMRO Bank denk ik daar anders over. Daar mag de overheid er wel wat van vinden. Omdat het is namelijk een groot aandeelhouder. Ja, dus de discussie. Maar ik vind het prima dat de gemeenschap een geluid laat horen van tot hier en niet verder. Maar als je zeg maar de gewone man vindt al gauw dat je te veel verdient. Nou ja, en terecht. Ik bedoel, heb je dat filmpje gezien van die baas in Amerika van... ik weet even niet meer die banknaam, die 30 miljoen per jaar pakt. Die deed daar heel lacherig over. En ja, hij zegt, ik vind het eigenlijk normaal... ik weet even niet de naam van de bank. Noem eens even grote banken. Merrill Lynch. Dat kan best wel. Goldman Sachs of JP Morgan of zo. Ja, JP Morgan Kijk, het zijn enorme bedragen. Maar ze kijken natuurlijk naar de winst en de correlatie van de winst. Maar Geert, ik bedoel... Het is toch gewoon...
krankzinnig wat er is gebeurd in 2008, 2009. Die totale besmetting van al die hypotheken die uiteindelijk geleid heeft tot een wereldwijde crisis waar zoveel mensen met lange ei van hebben moeten lijden, omdat die mensen zich niet konden gedragen. Nou, maar daar is nu een pot voor ingesteld. Dan moeten ze allemaal een bijdrage leveren. Maar vind je dat moreel wel verwerpelijk? Nou, je kan niet de hele tijd terugkijken. Als je vooruit kijkt dan. Ja, maar ik vind wel wat van die loon. Ik vind ze belachelijk. Maar het is wel een zaak van aandeelhouders. Ja, oké. Okay, maar als het gemeentelijke instellingen zijn, of overheid. Vind ik belachelijk. Dan, toch? Want dat is, ja, toch, dat is toch belachelijk. Maar ik ga ervan uit dat zo'n CEO aan targets gebonden is. Je moet bepaalde prestaties leveren. Er zit ook een negatieve prikkel in. Ja. Ik vind het ook heel goed dat die discussie tot stand gehouden wordt. Maar wat ik niet wil, is dat de overheid gaat bepalen wat jij verdient, wat ik verdien, wat een ander verdient. Dat vind ik niet. Nee, maar dat is duidelijk. Dat begrijp ik. Oké, we gaan terug naar jouw mandje. We hebben de ING en we hebben Shell. Wat zijn nog meer AX-fondsen waar jij zegt van nou, let daar scherp op in positieve zin? AX-fondsen? Ja. Ik vind Aegon ook een prima aandeel om eens mee toch te wel. Doen. Ja, ik wel. Kijk, en wat mensen vooral, mensen die echt een beetje studie ervan willen maken, die zouden ook eens moeten kijken naar het schrijven van een optie. Dan krijg je dus premie dat je een aandeel voor een bepaalde prijs wilt verkopen. Die prijs is hoger dan waarvoor je zelf gekocht hebt. Ja. Haalt dit niet, mag je dat geld houden. Haalt dit wel, moet je de aandelen met een dikke winst verkopen. Dus ik vind dat wel belangrijk voor beleggers die ietsjes meer geld hebben, om die methodiek toe te passen. Sowieso, oké, maar dat hele optietraject, hè, dat is echt voor de specialisten onder ons. Ik vind van niet. Ik vind echt als jij een auto gaat rijden, dus als je gaat beleggen, dat je ook moet weten wat dat voor knopjes zijn. Ze zijn helemaal niet moeilijk. Je moet er geduld voor hebben en het rendement vliegt je als het ware in de schoot. Ik heb bijvoorbeeld met langlopende strategieën, mensen kennen ze wel. Daar heb ik eigenlijk nog nooit gehad dat ze verlies opleverden. Een jaar terug stond het Financieel Dagblad. Kan dat waar zijn? Er ging een artikel over Geert Schaai die een strategie had in Aegon. En dan liet ze allemaal andere mensen dan het woord. Maar uiteindelijk, een heel verhaal, hartstikke spannend. Maar uiteindelijk staat er gewoon, het is dus waar. Ja. En het is ook waar. Weet je waarom? Dan kom je weer bij dezelfde cijfertjes. Liegen namelijk nooit. Nee, precies. Maar betekent dat jij zegt dat je eigenlijk altijd gewoon positief rendement kan draaien op de beurs. Mits je wel de juiste Laat ik zo zeggen, je strategie moet zijn door te verdelen, te heersen en methodieken gebruiken, dempen, bedalen. Dus dat je minder verliest als dat je anders verloren zou hebben. Ja. Dat je rendeert bij gelijkblijvende koers. En dat je tracht het beter te doen, outperformen bij stijgende koers. Maar daar heb je die optiestrategie voor nodig. En het is altijd en-en. Je kan het één doen en het ander ook. Ja, precies. En hoe kijk jij nou bijvoorbeeld naar zo'n fonds? Dat vind ik zelf wel een mooi fonds van Aiden. Hè? Dus de betalingsregelaar. Ja. Vrij explosief, de stijging. Ja. Nederlandse instituut. Heel erg explosief. Eigenlijk iets te. Ja. Omdat het natuurlijk geen geld verdient. Omdat het ook niet duidelijk is of het een marktleider gaat worden. Of de concurrentie komt. Dus het is een risicovol. Ik zou dat gewoon klein in je portefeuille houden. Ja. Maar de zeg maar korttermijn winstpakkers die zeggen, ja, had ik maar er wel in gestapt. Ja, als hadden komt, is hebben te laat. Daar ontstaat ook die hebzucht uit, hè? Ja. En dan hoeft het maar even te dalen, stappen ze er weer in. Dat zijn geen beleggers. Beleggers is strategische beslissing nemen. Maar zeg je ook, een goede belegger handelt nooit vanuit hebzucht? Is dat wel een wijsheid die je moet natuurlijk een bepaalde. Je moet greedy zijn om van A naar B te gaan. Als je dat niet hebt, kun je beter thuis blijven. Maar het mag je niet beheersen. Ja. Het mag je beslissingen niet beïnvloeden. Ik wil graag geld verdienen, veel geld verdienen. En ook zo makkelijk mogelijk geld verdienen. Precies. Maar wel op die manier dat ik daardoor niet de 7 sloten tegelijkertijd loop. Dat ik niet risicovol. Net voor de ingang voor je kantoor sprak ik een meneer die zegt, oh, wat leuk dat ik zie, ik ken hem van televisie. Ja, ik heb ook belegd, maar toen in 2001 heb ik zoveel verloren, heb ik alles verkocht. Ja, heel stom. Dom. Want als je nu uitrekent wat er waard geweest was, had hij denk ik niet meer hoeven werken. Snap je? Ja, nee, maar dat is het geduld wat je natuurlijk moet hebben. Nee, maar dat is wel, ik denk dat vooral voor beginnende beleggers. Echt een goede boodschap. Ja, een essentiële boodschap. Dat je dus ook gewoon in tijden van verlies gewoon moet blijven zitten. Ja, in het boek Beleggen met Geert Schaai, ook u kunt een topbelegger worden. Ja.
Daar begin ik eigenlijk ook de eerste 40 bladzijden over je persoonlijke beslissingstrajecten. Ja, en dan leg ik ook uit dat apothekers die hun leven lang krenten gewogen hebben, hè, dat gaat echt met grammetjes, om veel geld verdienen, op een beurs komen en dan plotseling de cowboy gaan uithangen. Hè. Nee, duidelijk. En daar laat ik ook aan de beginnende beleggers zien van, joh, zorg dat je mind goed op orde is. Nee, maar je hebt natuurlijk, kijk, jouw traditionele volgers, dat zijn de professionele doorgewinterde beleggers, vaak door schade en schande wijs geworden. Maar je hebt ook de nieuwe belegger. Die begint ook met, net zoals jij, met 3000. Ja. Of met 5 of met 10. Vind ik ook het leukste. Ja, is ook het leukste. Maar dan is het toch wel belangrijk om vanuit jouw mond ook te horen. Weet je, blijf gewoon rustig. Je moet een belegging zien op de lange termijn. Je moet niet verwachten dat je snel geld verdient. Je moet gewoon wel die rust hebben. Ik denk hebben. Dat een van de mooiste one-liners dat dit gesprekje dan is. Een mislukte speculatie kan altijd een goede lange termijn belegging zijn. Ja, dat begrijp ik. Ja, zeker. Dat moet je gedachte zijn. Dus je wil heel snel van A naar B, dus maar als dat dan niet ook, lukt... Dus je zegt eigenlijk ook tegen mij, joh, ik kan wel een mandje voor je samenstellen. Maar zo werkt het niet. Want beleggen is ook nog iets wat heel volatiel is. Dat pas je ook nog eens aan de marktomstandigheden. Ja, ja. Maar je kan wel gewoon in grote lijnen zeggen, joh, de Shells van deze wereld, die gaan hun strategie wijzigen. Uiteindelijk komen ze terug. Ja, dus omdat de cash and king. Op het moment dat zichtbaar wordt, dat ze heel duidelijk. Ja. Hè, dat begint met plannen, het begint met een naamsverandering, het begint met koerswijziging. Maar op het moment dat het zichtbaar wordt dat die business elementen gaan werken, dan zul je ook zien dat beleggers daar massaal achteraan gelopen. En dan stijgt die misschien wel weer sneller als dat zou moeten. Ja. En hoe kijk je bijvoorbeeld naar een bedrijf zoals Philip Morris? Hè? Ik bedoel, je ziet dat er toch wel een wereldwijde aanval is op sigaretten. Je ziet ook dat elektrische sigaretten, hè? Daar is ook veel onduidelijkheid over. Ja. Ze barsten van het geld. De miljarden vliegen de muren uit. Waar zie je dat soort bedrijven dan in gaan duiken? Die hebben een tijd terug al, ik denk een jaar of 10 terug al, de slag gemaakt door de onderneming uit elkaar te trekken. Ja. Hè? Dus ze hebben eigenlijk van Philip Morris een bad bank gemaakt. Ja. Hè? Dus daar zitten eigenlijk de riskante bedrijfsdingen in. Nou ja, op een bepaald moment, ze willen nu de grootste worden in elektrische e-sigaretten, laat ik het zo maar zeggen. Dus ze kopen alles op. Maar ja, ze verdienen natuurlijk vreselijk veel geld. Maar goed, als op een gegeven moment roken echt uitgebannen wordt tot een niche, dan zullen ze iets anders gaan bedenken. En dan hebben ze een enorme pot met geld. En dan kopen ze misschien luxe, die wel, weet ik veel. Ja, maar, ja. Weet je, bedrijven met geld die kleuren mee. Het is going business. Okay. Kijk, als jij vroeger een bandenfabriek had, hè, dus je maakte wielen. En als je nu nog houten wielen gemaakt had, dan was je natuurlijk kansloos geweest. Hè? Ja, en, ben je zweepjesfabrikant voor koetsen, voor ruiters. Ja, dat is ook kansloos, weet je. Dus die maken nu BMW's diezelfde rij en helmen. En hoe kijk jij zelf bijvoorbeeld naar, als je kijkt naar de kranten, wordt weer aangegeven dat in 2022, dan gaat de economische groei zeg maar naar 1%. Dat weten ze nu al. Heel knap, denk ik dan altijd. Rekenen, ze zijn heel goed in rekenen. Maar hoe zie jij die beschouwingen van wat er met de economie gaat gebeuren in de komende 2 jaar? Dus 2020 en 2021. Nou, zeg maar de cijfers die we nu gehad hebben waren echt goed. En de vooruitzichten voor die bedrijven zijn ook goed. Ja. Je kan niet zo ver vooruit kijken. Bij klas vanmorgen dus in de krant dat het nieuwe kabinet het lastig krijgt. Want er is geen groei, de vergrijzing en dat soort dingen meer. Toen dacht ik van A, is het niet nieuw. Maar B, ik denk, dit is weer zo'n... We worden ook altijd besodemieterd. Want weet je, er wordt nu al... Leg dat eens uit. Vertel dat eens. Kijk, zeg maar, doordat voor het nieuwe kabinet daar al een soort claim te leggen... creëert men een probleem wat er nog niet is. Ja. Dus men gaat zeggen, wij gaan er alles aan doen om die koopkracht in stand te houden. Ja, weet je wel? Ja. Terwijl daar nog helemaal geen sprake van is. Nee, maar is het... Ik bedoel, ik ga ook al een tijdje mee... En ik heb angst, hè? Is het allergrootste businessmodel ter wereld, zeg ik altijd. We worden toch op alle kanten besodemieterd. We worden toch aan de lopende... Nee, maar wat ik zo raar vind, we worden aan de lopende band in de maling genomen. Ja.
Er zal nooit eens een keer een overheid die zegt, weet je wat wij gaan doen? We gaan die belastingtarieven lekker terugbrengen met 25%. Dat zijn zakkenvullers. Echt waar, geloof. Ze zitten ja, daar nee, het klinkt een beetje ordinair, maar ja, het is misschien wel waar. Ik heb zelf geïnvesteerd in iemand die in de politiek zat, die bijna minister-president van Nederland was. Ja. Ik heb gezien hoe ze werken, hoe ze doen, hoe ze handelen, hoe ze... Ik wil daar niet vervelend over doen, maar ik heb echt geleerd, oké, als dat dan staat voor Den Haag... Neem nou die 100 kilometer hè, die we krijgen. Even van de hak op de tak. Ja, even van de hak op de tak. Maar het is een heel mooi voorbeeld. Als je nou echt een rechtvaardige regering bent... en ik heb het niet uitgerekend... als je dus je zit nu 18 minuten langer per uur in de auto... met 100 kilometer dat je 130 rijdt. Dus je verbrandt dan waarschijnlijk iets minder benzine... doordat de capaciteit... Maar goed, laat dat nou zo zijn. Waarom moet een elektrische auto dan 130 kilometer per uur... waarom mag die niet 130 kilometer per uur? Je zou niet moeten zeggen, alle hybride auto's, alle elektrische auto's die geen stikstof uitstoten, die mogen gewoon lekker doortuffen met 130 kilometer per uur. Maar wat wil je hiermee zeggen? Dit is ook weer politiek gewin. Ja. Rutte komt straks terug en die zegt, ja, en ik ga me toch sterk maken, deze rotmaatregel moet eraf en als je mij stemt, krijg je die 130 kilometer weer terug. Het is gewoon allemaal alleen maar politiek gewin. Ja. En nu gaan ze die bouwsector even wat ruimte geven. Maar jij bent uit het noorden, hè? Ik bedoel, ik vind persoonlijk dat de boeren onrechtvaardig hard worden aangepakt. Die zijn ook bestolen. Ik vind het echt gewoon ongelooflijk. Dat zijn mensen die nooit hun hand ophouden. Die gaan door dag en dauw door. En die worden gewoon in de maling genomen. En de volgende keer wordt weer een andere groep in de maling genomen. Eerst hebben ze die boeren allemaal gestimuleerd om zeg maar massa investeren. Ja. Loopstallenbouw, ja. Et cetera. Maar hoe kijk jij nou naar het businessmodel overheid? Want ik bedoel, we zitten hoe kan je dat veranderen? Eve, ze weten gewoon niet waar ze mee bezig zijn. In 2024 is ratten- en muizengif verboden. Dat zal... Ik woon op het platteland, zal mij mijn reet roesten. Want wij nemen poezen, katten en weet ik van wat allemaal meer. En als dat niet lukt, dan weten we illegaal wel die muizen te vermoorden. Maar denken die mensen die wetten bedenken, die wonen 14 hoog hè, in een penthouse. Denk je dat die muizenratten daar niet komen? Het probleem daarvan gaat zich vooral in de steden plaatsvinden. Zeker. Daar wordt niet over nagedacht. Mm. Ik wil niet zeggen dat zo'n regel misschien niet goed valt. Maar er wordt niet gekeken naar alternatieven. En dan wordt... Te snel geschakeld. Hoe verander je? Want ik ben ook niet zeg maar een fan van dat ondernemers een land moeten gaan leiden. Ik weet niet of dat het goede idee is. Maar wat mij opvalt is, welk kabinet er ook is, totale onwetendheid over echte situaties. Ze bedenken dat vanuit kamers. En we kunnen het hebben over de rattengif en de muizengif. En we kunnen het hebben over de boeren en over 100 of 130 kilometer. Maar hoe kan het dat de overheid zo ontzettend ver afstaat van en de ondernemers en van de burgers? Het lijkt wel of ze in een andere wereld leven. Ja, leven ze ook. Maar hoe kan dat? Hoe kijk jij daar dan voor zichzelf. Hoe moet je dat dan veranderen in positieve zin? Hoe zou je dat kunnen veranderen? Ja, toch gepassioneerde mensen aan het stuur te zetten. Maar hey. Ik denk wel dat ze passie hebben. Denk je dat ze geen passie hebben? Ik denk dat ze werken wel hard. Ik denk dat Mark Rutte al heel lang bezig is om op Europees niveau aan de macht te trekken. Dat wordt gezegd in ieder geval. Wij willen ook altijd het beste jongetje van de klas zijn. We kiezen niet voor eigen bevolking. We kiezen eigenlijk altijd om Europa te laten zien hoe goed en hoe braaf wij zijn. Ja. Hoe ga je die mentaliteit veranderen? Ik zou het bij God niet weten. Er moet een soort Donald Trump komen hier die gewoon tegen het bureau schopt. Ja, Donald Trump, ik vind het een vreemde man. Dat gaat niet om. Maar hij is niet gek natuurlijk. Hè? En op heel veel punten. Doet hij het ook wel goed. Maar hij zorgt ook voor onrust. Nee, maar bestaat die idea? Nee, maar ik ben ook op zoek naar... Maar als we allemaal in slaap gesust worden... Nee, dat is, begrijp ik. Maar wat is dan die ideale samenleving... wat we misschien met z'n allen toch kunnen realiseren? Want je begon zo leuk, hè? Je zei, ja, ik ben nu op een leeftijd dat ik wil teruggeven. Ja? Delen. Dan denk ik, joh, met al jouw kennis en je ervaring... Ga eens eventjes uitleggen aan de Nederlanders. Hè, je hebt toch veel volgers. Hoe we dan een betere samenleving kunnen creëren. Want... Ik denk dat het woord eerlijk en oprecht dat bovenaan moet staan. Ik vraag me af of dat leidinggevend is in de politiek. Ik denk namelijk dat ze allemaal dubbele agenda's hebben. En dat allemaal op hun eigen gewin uit zijn. En ga je dat veranderen of ga je dat niet veranderen? Dat
Dat weet ik niet. Ik denk van niet. Zakenkabinet ben jij niet voor. Ik zou er wel voor pleiten dat er een soort schaduwkabinet dat komt. Dat vind ik wat anders. Allemaal mensen uit de praktijk. Ja. Of een denktank. Een denktank. En ik snap natuurlijk best wel, ons type mensen zijn wannabes. Wij willen er zijn. Helaas zitten vaak de verkeerde ondernemers op die post. En de goede willen het niet. Hè? Nee, nou, er zitten dan van die ondernemers op die eigenlijk feitelijk ook weer grijze muisjes zijn. Ja, hè? Precies. En, ja, ik denk inderdaad een denktank van een stuk of wat ondernemers die daar... En dan zeg maar, per domein. Hè? Want ik bedoel, ik zou wel eens willen horen van de mensen die er echt verstand over hebben. Hoe het nou echt zit met het klimaat. Ik hoor allemaal van die dingen, maar ik snap er nog steeds niet veel van. Nee, niemand eigenlijk. Maar kijk, weet je, ik denk dan ook bij mezelf, we hadden de ozonlaag. Oh my god, toen ik jong was, er zat een gat in de ozonlaag. Ik zat mijn knietjes te bidden of onze lieve heer dat gatje maar dicht wil maken. Toen kregen we de zure regen. Ja. Nou, ik bedoel, en nu hebben we de stikstof. Weet je, ik heb ook het gevoel dat we worden een beetje bij de neus gehouden. En in mijn grootste crisis dat 9 jaar, zegt Mark Rutte. Man, waar heb je het over? Dit is niet acuut, hè? In Duitsland reizen we 130 door, in Frankrijk overal. Je doet net of wij de hele wereld hier kunnen veranderen met die maatregel. Larikoek. Okay, retoriek. Duidelijk, Geert. Niet boos worden, hoor. Ik ben gepassioneerd, hè. Ja, ik merk het. Hey, we zijn een beetje zo aan het einde komen van de podcast. Ja, maar ik begon net wel aan te draaien. Ja, dat begrijp ik. Ik heb jou toch even zitten kijken, of gewoon over wat jij allemaal roept in de media. Nou, je bent niet verlegen om een mening. Even iets persoonlijks, hè, want je hebt ook een huis in Marbella. Je hebt ooit gezegd, als je wilt hoeren en snoeren, ga je naar Ibiza. Als je het leuk vindt om 6 uur in de file te staan, voordat je eindelijk het centrum bent, ga je naar Saint-Tropez. En als je het simpelweg naar je zin wil hebben, met gezellige mensen en goede restaurants, dan ga je naar Marbella. En dat klopt. Vind je dat nog steeds? Dat vind ik nog steeds. Ja? Ja, kijk, als je... Is dat niet uit eigen belang dat je dit roept? Nee, absoluut niet. Want ik heb een keuze. Ik heb geld. Ik kan bepalen waar ik een huis wil kopen. Dus ik heb ook in Saint-Tropez gekeken. En ik vind Saint-Tropez heel gezellig, vooral zomers. Ja. Want na september is er niks meer te beleven. Tot en met april. Dus het is zo dood als een pier. Maar als ik dan in Saint-Tropez ben en ik ben 10 meter buiten om er binnen te komen, ja, dat is een crime. Dat zul je zelf weten. Dus dat was mijn dingetje niet. Ibiza, ja, de helft is aan de drugs. Ik word overvallen op de terrassen door travestieten en zo. Ik vind het allemaal heel leuk en aardig, maar ik heb die leeftijd een beetje gehad. En dan kom je in mijn belje en er is geen hond die naar me omkijkt. Ik heb 4500 restaurants in Arie en Malaga. En er zijn ook nog goede restaurants. Ze doen hun best. En ik dacht, ja, en ik heb 320 zondagen per jaar. Zondige dagen per jaar. Dus het weer is het beste van allemaal. Nog beter als Ibiza. Denk, ja, dan, dit is gewoon een soort fundamenteel analyse die ik gemaakt heb. Okay. Ik vind, dat was mijn eerste grote irritatie. Ik zat in Saint-Tropez in de haven te eten met mijn vrouw. En dan moest ik een rekening betalen. Nou, 150 euro, zegt die man. Ik geef die man 200 euro. Hij komt niet terug. Dus ik zeg tegen hem van, waar is mijn change? Nou, een chagrijnig gezicht kreeg ik mijn 50 euro op mijn bord gegooid. Ik dacht, hè? Arrogante vlegel dat je bent. Ene avond kost de taxi 30 euro. De andere avond 50 euro. Ze doen... Nee, maar dat is wel heel Frans, hoor. Maar daar hou ik niet van. In Spanje, als jij in een restaurant fooi geeft, dan word je gepleased. Nee. Ze doen echt hun best voor jou. Dus je voelt je fijner in Spanje. Ik moet je eerlijk bekennen, ik was laatst ook in het gebied rondom Marbella. Ik vind het wel weer positief veranderd. Heel erg. Dat heeft een beetje de naam dat die Pinoza zit. Ja, die zeker. Die zit in Saint-Tropez ook. Maar Marbella is heel groot, hè? Ja, ik bedoel, je hebt San Pedro, Estepona, weet je wel, dus ik woon... Ik vind die route naar Cadiz ook heel mooi. Ja, is ook heel mooi. Maar ik woon zelf in die gouden triangel, zeg maar, tussen Marbella en San Pedro. En weet je, het is zo groot. Zie je ook weer dat er steeds meer Nederlanders daar naartoe komen? Heel veel, ja. Het is echt booming. Maar wat is heel veel? Ja, echt booming. Ja, echt booming, ja. Dus daar moeten we ook in gewoon beleggen. Gewoon op de urbanisatie waar ik zit, daar zijn op dit moment 11 Nederlanders aan het bouwen. En ik ken er zo wel een heel vracht op. Dus een appartementje kopen in dat gebied is een verstandige belegging? Ik denk van wel, ja. Ja, maar je moet wel kijken wat je koopt en waar je het koopt. Ja, maar ik denk een verstandige belegging, ja. Heel goed. Ja. Ik wil nog even naar beursgenoten. En het is duidelijk, jij bent een eigenzinnige man. Afwijkende mening, maar dat kan soms heel goed zijn. Maar je zegt, we zijn niet eigenwijs. We volgen alles en iedereen. En wat voor ons stelt is, hebben onze abonnees de juiste aandelen in hun portefeuille? Ja. Wins brood met eten, wins staal men spreekt. Ja. Ja. Wat, als je nou even ter afsluiting, hè, wat is nou de grootste miskleun geweest die je ooit in jouw beleggingsleven hebt gedaan? Dat vinden we altijd leuk. De blieder van Geert.
Ja, daar had ik even na moeten denken. Ja. Ik denk de grootste, financieel de grootste tegen, dat is dat ik geïnvesteerd heb in het bedrijf van Rita van Donk. Dat deed me wel heel erg pijn, want ik stond er heel veel energie in. Ik had heel hoge verwachtingen van. Hoe gaat het trouwens met Rita van Donk? Ik heb geen idee. Ik heb afscheid genomen van mijn geld en dat is het dan klaar. Dus dat was jouw grootste blieder, mentaal. Daarmee kan ik wel zeggen dus dat ik heel voorzichtig geworden ben om te beleggen in start-ups. Want van 100 start-ups mislukken er gewoon 99. Die ene is dan ook vaak wel een knaller. Ja, maar ik ben daar eigenlijk wel een beetje van teruggekomen. Dat ik denk van nou, ga eerst maar een etappetje verder. Dus ja, laat ik dat maar zeggen. De grootste blieders zijn bij mij altijd nog start-ups geweest. En dan nog even de vooruitziende blik voor 2020. Goed beleggingsjaar? Of moeten we ons zorgen maken? Ik verwacht echt met name die achterblijvers, die fondsen die het niet gedaan hebben, die nog wachten op die cyclies in hun sector, dat die zouden kunnen knallen. Maar het wordt wel weer een jaar met vallen en opstaan. En waar ik momenteel zelf heel erg alert op ben, is om ook eens te zeggen, maar dat hoeft nu nog niet hoor, want ik denk dat we nou nog wel hoger gaan, maar dat je ook eens zegt van nou weet je wat, ik room mijn portefeuilles af, dan zet ik 40 of 50% liquide. En als dan een daling komt, dat je dan ook weer aandelen gaat kopen. Want vanaf 1929 hebben wij, even uit mijn hoofd, 21 beermarks gehad. Beermarks betekent dat je meer daalt dan 20%. Ja, ja. In dezelfde periode hebben we ook 27 dalingen gehad van tussen de 10 en 20%. En wij hebben de laatste 10 jaar hebben wij 2 dalingen gehad, groter dan 50%. Als jij in die dalingen aandelen koopt, dan ga je geld verdienen. Nee, dat klopt, tuurlijk. Dus op een bepaald moment, dus dat zal maar vies willen gaan, als de beurs heel goed gaat, die gaat dan wel door. Maar ga straks een keer zeggen, joh, ik heb bijvoorbeeld 1000 aandelen Koninklijke Olie, ik verkoop er 400. Ik heb 1000 aandelen ING, ik heb 1000. Dus je roomt af en dan ga je gewoon die zon in het water zien schijnen. Je gaat mooi zitten wachten tot het dobbertje ondergaat en zo de munten de beurs in elkaar ga jij weer kopen. Contrair beleggen. Oké, duidelijk. En er zijn een aantal economen die roepen toch wel, ja, eerste kwartaal 2020, zomer 2020, dan gaat er toch wel een klapje vallen. Verwacht jij dat ook? Nee. Absoluut niet, want de cijfers blijkt dat niet uit. Nee. Met name in de Duitse industrie, hè, daar was men ook heel negatief. Ja. Ik geloof dat vandaag in de krant stond, maar kan ook gisteren geweest zijn. Ik lees natuurlijk veel. Daar stond in dat het in Duitsland ternauwernood een recessie heeft ontweken. Met andere woorden, het gaat er toch weer beter dan dat men dacht. Ja, ik zie dat absoluut op korte termijn niet gebeuren. Echte seinen staan allemaal op groen. Alternatieven zijn er niet voor het geld, dus je zal wel moeten. Oké, nou dan gaan we lekker gezond slapen. Geert, wil je nog ergens op terugkomen? Nee, niet echt. Ik denk dat we alles wel gezegd hebben. Mensen moeten niet denken dat ik boos ben of zo. Ik ben altijd heel gepassioneerd en even duidelijk in mijn... Nee, maar ik doe het altijd met een glimlach. Ja, maar mensen zeggen zo. Ja, maar ik doe het altijd met een glimlach. Je bent een beetje een diesel ook. Ja, maar als ik iets vind, als je eenmaal op gang komt, dan krijg je even een stekker uit. Ja, ik kom misschien vroeger thuis. Ik kom met een gezin met 7 kinderen. We moesten echt schreeuwen om de discussie te kunnen voeren. Ja. Maar ik doe het altijd met een glimlach, joh. En iedereen, weet je, het beleggen is leuk, het leven is leuk, geniet ervan. Maak je niet te druk over alles. Ik heb, dat vind ik wel een voordeeltje van het ouder worden. Soms, als ik dan dingen zie, ook in de politiek, hè, dan denk ik, het zal mijn tijd ook wel duren. Nee, weet je. Ik wil me er niet meer druk over maken. Ik ga je uitnodigen voor een lunch, als je het goed vindt. Helemaal super, ja. Dankjewel. Bedankt.